Kalfijn maakt zich niet bepaald geliefd in de televisiewereld met de matige manier waarop hij programma's presenteert en zijn onverschillige houding als de kijkcijfers vervolgens Ruk blijken te zijn. Dat hij ook nog aangeeft eigenlijk liever te produceren dan te presenteren, is volgens TV-kenners een godsbe, dan zou ik me maar eens verdiepen in kijkcijfers. Nu krijgt Kalfijn ook het team van de AD Media-podcast over zich heen. Zij vinden dat hij de nieuwe SBS6-show ja of nee echt heel erg slecht presenteert. Jij vindt hem de vlees geworden zakhooi, legt presentator Manuel Venderbos voor aan de ster van de podcast Angela de Jong. De opiniediva daarop, ja, ik snap werkelijk niet waarom ze hem bij SBS6 maar continu weer op dit soort programma's blijven zetten. Hij heeft echt de uitstraling van een zakhooi als hij daar zo staat. Ik bedoel, ik zie hem alleen maar zijn AttoQ voorlezen in plaats van een kandidaat aankijken en daar een gesprekje mee voeren. Manuel vindt dat ook matig aan Kalfijn. Ja, dat is wel gekkig hè? Mediajournalist Gudo Tienhoven daarop, nul interesse. Angela vindt dat Kalfijn er wel goed uitziet, maar inhoudelijk gewoon tekortschiet. Ja, ik weet het niet, het is een knappe jongen hoor, maar hij mist wel echt net alle skills die je nodig hebt voor presentatie. Dan kan hij nog honderd keer zo'n bekende YouTuber zijn, maar laat het hem dat dan lekker daar doen. Udo geeft vervolgens aan dat hij vindt dat kalfijn zich in dat programma vergalopeerd heeft tegen een behoorlijk jonge kandidaat. Ook rare humor. Op een gegeven moment was er een jongen van veertien en die kon aan de kreun van een tennisser horen om welke tennisser het ging. Best grappig. Hij vervolgt, maakt die kalfijn tegen die 14-jarige puber de grap van, toen ik op jouw leeftijd was, luisterde ik op een andere manier naar Kreunen. Ik dacht, hè, wat zeg je nou man? Dat is toch niet vrij? De grap van Kalfijn is schunnig bedoeld. Hij zei letterlijk, je hebt naast tennissen nog een ander talent, namelijk het herkennen van kreunen. Dat kon ik ook op jouw leeftijd, maar dat ging dan niet over tennis. Merkwaardig tegen een 14-jarige jongen, vindt Budo. Collega Manuel, hij zei op een gegeven moment ook, jullie zijn nog 6250 euro waard. Misschien winnen jullie vanavond wel meer dan ik. Dat is ook een gek grapje. Het is al met al helemaal niks, besluit Angela. Het is het zoveelste talpa gedrocht dat totaal niet goed in elkaar zit. We hebben de kijkcijfers gezien, en in tegenstelling tot Kalfijn weten wij wel wat dat betekent: dit is niks. Er keken uiteindelijk 436.000 mensen naar, ja of nee, en daarmee heeft John de Mol direct antwoord op de vraag die hij in de programmatitel stelt.